Toon een keer hoe je eraan begint. Oké, ik begin met mijn boter. Je weet, patisserie moet... Afgewogen worden. Zeer goed. Hoeveel weegt dat? 200 gram. Ik kan nu nog niet meer zeggen, maar we gaan er 150 gram in doen. Ah. Maar Sefes ga je het begrijpen. Echt waar. Oké, goed. Maar smelten is goed. Perfect. Ja. Wat doen we dan? Dan doe ik dat in de pot, om te beginnen. In de pot, ja. Ja, en dan... Wacht hoor. Eerst in de pot, maar ik wacht nog even dat het een beetje koel wordt, want anders gaat het een beetje te warm zijn nog. Oké. Goed, en dan neem ik de suiker en die voeg ik erbij. En dat is 200 gram suiker. Wacht, straks 150 gram suiker, maar nu nog niet. Ik zal ook zeggen waarom Sefes. Goed, goed, dan neem ik de eitjes. De eitjes? Oei. Wacht, wacht. Ja, ja, ja. Je gaat je eieren opkloppen. Gewoon erbij. Ah, gewoon erbij? Ja. Dus en tegen mij zeiden, ja, er zit geen lucht in, dat komt niet op. Ja. En je doet gewoon je eieren bij het vet. Ja. Nee, je moet je eieren opkloppen met de suiker. Hey, ja. Jij ging die suiker hierin doen, samen met de eieren. En dan verwonderd zijn dat je geen lucht in je taart hebt. Het was precies een blok beton, meisje. Eieren worden opgeklopt met suiker. Waarom? Je creëert daar lucht in. De suiker smelt in je eieren en zet die lucht vast. Mm-hmm. En zo creëer je lucht in je taart. Voilà. Veerle, kijk een keer hier. Ja. Hoe schoon dat die mousse is. Mm-hmm. Zie je het? Zeer mooi, Piet. Ik neem wat water, ik doe dat in de pot en ik warm dat op totdat dat goed verhit is en ik doe daar 4 eetlepels bij mijn 3 eetlepels cacao. En voor wat is dat nu? Voor mijn chocoladesmaak in de taart. Voilà. En dat komt bij eikjes en boter? Ja. We gaan nu een keer de proef op de som doen, hè? Bij de taart. Proef dan een keer van. En wel, ik ben blij dat je zo een smoelijke trekt. Want ja, cacao is bitter, hè? Dat is geen chocolade. Wat gaan we doen? We gaan gewoon dat potteke waar dat de boter in gesmolten was. Mm-hmm. Hup, de boter terug in. Mm-hmm. En we gaan daar ook echte chocolade in smelten. Gewoon 150 gram echte chocolade bij. Mm-hmm. Versta je nu ook waarom dat ik zei... Minder suiker, minder boter. Ja. Gaat geen massa met uw cacao. Nu heb je 150 gram chocolade erbij. Ja. Ja, dat is 150 gram gewicht meer. Ja. Hier heb je nu de smaak, hè, Veerle? Ja. En we kappen dat gewoon bij de geklopte eieren. Dus wat krijg je nu? Je krijgt die mousse eigenlijk. Je krijgt een soort chocolademousse. Mm. Zie? Die nog niet gebonden is door bloem. Ja. De kamer vult zich hier met chocolade. Oké, wat doen we dan? Goed, ik doe er de bloem bij. 200 gram bloem. 200 gram bloem. Wacht, 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 wacht. Oeps. Ah ja, want we zitten nog altijd met die massa die anders is. Ik heb 100 gram bloem en dat betekent dat we veel meer smeugheid gaan hebben en dat we niet zo'n droge taart gaan hebben. Ja. Oké, het is weer aan jou. Goed, ik roer dat samen. Voilà, perfect. En wat doen we dan? Het laatste, Piet, dat is mijn amandeltjes. Nu. Uw amandeltjes. Ik neem, ja. Wacht, 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 wacht. Je denkt, de Piet is goed bezig, het gaat goed. Mijn amandeltjes. Ja? Wat hoor ik aan het begin? Het is precies amandeltaart. Ja. Ah ja. Ja. Nee, we gaan er wel amandelen bij doen. Ja? Maar we gaan geen amandelschilfers in doen. Want ja, zo gaat het maken dat je je taart moeilijk kunt snijden. Mm-hmm. Hier, met de amandelpoeder. Dat geeft smaak, maar doordat je er echte chocolade in gedaan hebt, gaat de chocolade toch overheersen. Ja. Jij at geen chocolade, dus was die een amandel de overheerser. Klopt. Ja. En natuurlijk, als dat ook nog in schilfers is, je bijt daarop en dat, ja, je mond vult zich met amandel. Oké, ik denk dat ze klaar is nu. Dan giet ik dat in een potje. Voilà, Piet. Oké, maar kijk, uw vorm, wat brede vorm dat is. Ja. Dus je gaat in feite... Je gaat hem maar zo vullen, dat wordt eigenlijk een platte kegel. Ja. Als je maar zoveel hebt, moet je altijd zien dat je een vorm hebt die zich vult ook. Ja. Dus even een kleinere vorm. Mm-hmm. En nu gaan we gewoon beboteren. En dan een beetje bloem. En bebloemen. Ja. Perfect. En nu pas kunnen we die taart vullen
Zie je het? Het ruikt echt heerlijk, Piet. Ja, maar het ruikt vooral naar chocolade. Die gaan nu opkomen tot daar. Mm-hmm. Wat doen we er nu mee? Ik plaats die in de oven van 180 graden, die ik voorverwarmd heb. Voilà. Ah, dat is perfect, hè? Hoe lang? Ik doe dat 40 minuutjes, Piet. Het is ook nog perfect. Ja? Voilà, zeg. Okay, dat is al goed dan. Ja. Tot binnen 40 minuten. Amai. Kijk hier. Natuurlijk, je wilt een gevulde taart, vele, met opgeklopte room. Dus moesten we eigenlijk al onze taart op voorhand hebben en om af te koelen. Dus de opgeklopte room gaat er zo mooi op. Liefst een dikke laag, hè? Ja. Ja? Hoe meer, hoe beter, hè, Piet? Hoe meer, hoe beter. Hoe vettiger, hoe prettiger, hè? Ja, ze. Oké. Goed. En jij wilt dat met framboosjes? Ja. En ik laat daar framboosjes uit en die komen uit de diepvries. Ja. En ben blij dat je dat zo mooi zegt tegen mij. Ja. Kijk, diepvries frambozen, wat gaan die doen? Smelten. Die... Ja. En wat, kijk, voilà. Je zegt het zelf. Smelten, dus die gaan hun water, die ook al wat zuurig is, op die crème fraîche brengen. Ja. Wat gaat dat geven? Verstaat? Dus gaan we daar verse frambozen op doen. Ja. We gaan daar nog een beetje crème fraîche op doen. Ons dekselke. Woep. Voilà. Nu gaan we die overgieten met uw glaçage. Ja. Voor dat recept kan je altijd naar vtmkoken.be of natuurlijk in de Nesswes Piet boek. Zijn jij tevreden? Nu is het inderdaad perfect, Piet. Maar straks ga ik hem nog wel een beetje decoreren. Oké, maar straks ga ik u vragen wat jij vandaag geleerd hebt. En dat is punt 1. Dat is dat je de eieren en de suiker samen opklopt. Perfect. Punt 2. De chocolade gebruik je in plaats van cacaopoeder. Zeer goed. Je hebt dat geproefd. Punt 3. Mm-hmm. Dan had je de chocolade, amandelschilfertjes, die vervang je door amandelpoeder. Perfect. En punt 4. Dan gebruik je echte frambozen in plaats van... Valse. Nee, dus verse frambozen in plaats van diepvries frambozen. Ja. Wat krijg jij van mij, kindergereen? Ja, zijn blij? Echt waar, ja. De SOS Piet, 365, pak dat maar vast. Dankjewel. Hij is echt van u. Hij krijgt van mij ook een dikke dank u. Peper. En ik ga hier samen nog decoreren met velen. Tot volgende week. Salut! Salut!